In september komen bijna alle jeugdbewegingen in Vlaanderen weer in actie na een lange zomervakantie. Het Jeugdrode Kruis organiseerde een startdag aan onze Belgische kust. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tijdens de start is de bedoeling dat we alle jeugdleiders samenbrengen. Dus dat we allemaal samen eens een activiteit doen en dat we het nieuwe jaarthema kunnen voorstellen. Tijdens het grote massaspel op het strand was er alvast geen gebrek aan beweging. Het Rode Kruis niet alleen aan EHBO? Nee. Moest een Jeugd Rode Kruis dus alleen maar eerst de hulp doen, dan zou het leven saai zijn. Jeugd Rode Kruis doen veel meer in. Die verspreiden zich over de wereld. Die zetten zich in voor sociale projecten. Die doen projecten rond bloed en zo. Jeugd Rode Kruis doet veel meer dan eerst de hulp.